Welkom bij een nieuwe vlog. Hierop is Ultrex, de enige echte. Het is vrijdag en we gaan op vakantie naar Hof van Saxe in Drenthe. Dus ik zou zeggen, blijf lekker kijken en geniet van de eerste vakantievideo. Tot zo! Zo, we zijn op de helft van de weg, zijn we. En ra, wie kom ik hier tegen? Sessie! Kom ik ineens mijn zus tegen halverwege de weg? Nou, dit is echt toevallig. Dit maak je echt niet meer zo gauw mee. Denk dat is echt toevallig. Kijk, heb ik Bailey en Daira. Die staan er ook op de vlog. Hoi. Die moeten er ook op. Oh jee. Moeten die ook op de vlog, dames? Doe maar even met je poot zwaaien. Zeg maar, hoi. Ik ben Daira. En Bailey? Nou ja, die andere is dus Bailey. Bailey, kijk eens zo. En dan zo, hoi, ik ben Bailey. Zo. Ja, en Daira, hè. Daira hoort er ook bij. Tuurlijk. Nou, dit is echt toevallig dit, zeg. Nou, dat maak je echt, dat maak je echt geen tweede keer meer mee. Hè? Dit is wel echt toevallig. Ja, zijn smakelijk. Zie je nou. Kijk, hij is weer lekker te eten. Lekker hoor. Ja, kijk uit, Jan. Nou, en nu ga lekker naar Slagharen. En ik ga lekker, verder weg. Ik ga lekker naar Drenthe. Hallo. Nou, ik ga weer hangen. Iedereen de groetjes. Doeg! Doeg! Tot dadelijk! Nou, we zijn aangekomen. We zijn er. Voor de omgeving. Hier kan je nog voetballen. Vlog van Saxe. Met twee. Rechtdoor. Nou, aparte huisjes. Mooie huisjes zijn het. Ja, echt heel apart. Zijn niet echt van die gewone bungalowtjes. Nee, zijn echt. Boerderijtjes zijn het. Oh, hier is het zwembad trouwens. Is wel leuk om te zien. Even te laten zien. Kijk, dit is wel leuk om te zien. Laten zien. Kijk. Hier is dus het zwembad. Een hele grote kom. We zijn het langs het zwembad van Nederland geweest. We gaan het wel zien. Dat ziet er wel leuk uit.
is de hoofdingang, denk ik. Ook receptie. Ik zal proberen, hè. Nou, dit is ook mooi. Ga gewoon weg. Zo, en, ik zal u een beetje de omgeving laten zien. Ik had net de receptie in het hoofdgebouw laten zien. Dit is een beetje de omgeving. Speeltuin hebben we hier ook. Heel groot stuk water. Leg voor mij nog niet lang erin. Zo te zien is het nog wel vrij recent gedaan, die plas. Fonteintje erin. Hier hebben we wat kano's. En hier een heel speeltuin voor de kinderen. En een klimwand bovenop. Dus voor de kinderen is het ook aardig wat te doen hier ook. En ja, een heel groot meer. Dus dat is een beetje ook de omgeving hier ook. We gaan in ieder geval de omgeving nog verder verkennen deze dagen. We'll be right back.
zijn bij het huisje. Even wachten. Zo, de deur dicht doen van de auto. Kan ik de auto wegbrengen? Nou, ik zal even het huisje laten zien. Hallo. Hallo. Dit is ons huisje. Dan slaapkamer 1. Hier slaapkamer 2. Hier nog een derde slaapkamer. Derde slaapkamer. Hier nog een badkamer. Even het licht aandoen. Hier het lichtbad. En dan nog een aparte douche met zo een douche. En dan hebben we hier de spiegel. Daar ben ik weer. Hi. Wastafel. Prullenbakkie. Handdoeken. Dan gaan we de trap weer naar beneden. Dan staan de trap. Hier de gang. Wc. En hier nog de gasmeterkast. De keuken. De woonkamer. Televisie. Dan hier heb je het terras met overkapping. En een tuinsetje. En dat was een beetje de rondleiding van het huisje. Zo, en dat was dag 1 van de vakantie. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze vakantievlog. Morgen deel 2. Dus ik zie jullie graag morgen bij het tweede dag van mijn vakantie in Hof van Saksen. Iedereen bedankt voor het kijken. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. En vergeet dat blauwe duimpje er niet de lucht in te doen. En ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog hier op Itch Old Tracks. En skabadi, skabadoe, skabadabadoe.